Dank, voorzitter. En voorzitter, allereerst wil ik graag wat zeggen tegen de ouders op de publieke tribune en thuis. Want ik kan me voorstellen dat het ontzettend veel moed kost om hier te komen of om naar ons te luisteren. Terwijl jullie een ontzettend traumatisch gebeurtenis hebben meegemaakt, namelijk de uithuisplaatsing van jullie kinderen. En laat ik ook vooropstellen dat wat wij ook vandaag hier zeggen, dat dat nooit het leed kan goedmaken dat jullie is aangedaan. Maar wat wij wel kunnen doen is luisteren, is het kabinet aanspreken, is voorstellen doen om de situatie te verbeteren. En dat zullen we ook vandaag hier gaan doen. En voorzitter, ik zou eerlijk zijn, want het is goed dat we vandaag praten over de problemen rondom uithuisplaatsingen. Maar tegelijkertijd voelt het ook heel wrang, want ik probeer al 5 jaar, al sinds ik in de Kamer zit, aandacht te vragen voor dit probleem. Voor het pijnlijke feit dat we in Nederland al jaren veel te veel kinderen uit huis plaatsen. Dat de manier waarop dit gebeurt rammelt. Dat feitenonderzoeken niet kloppen. Dat er amper juridische bijstand is voor ouders. Dat kinderen door een falend jeugdstelsel op de verkeerde en soms op een onveilige plek terechtkomen. En toch ontbrak het ook hier altijd aan aandacht, maar ook aan steun. Want als je er zelf niet mee te maken hebt, dan weet je niet hoe enorm aangrijpend zo'n uithuisplaatsing is. Dan weet je niet wat dat doet met je leven, met je gezin. En dan heb je geen idee hoe het voelt om alleen te staan tegenover een machtige overheid waar je het bij voorbaat al van verliest. En dat speelt bij zowel de toeslagenaffaire als de problemen in de jeugdzorg en in de jeugdbescherming. De mensen die de beslissingen nemen, die staan veel te ver af van de problemen. Die weten vaak niet genoeg wat er speelt en hebben te weinig inlevingsvermogen. En voorzitter, laat ik hier gelijk een voorbeeld van geven. Het kabinet zegt toeslagenouders te ondersteunen met kosteloze rechtsbijstand voor als ze een uithuisplaatsing willen aanvechten. En dat is hartstikke mooi. Maar wat blijkt? Dat het helemaal niet kosteloos is. Want er komt wel een subsidieregeling voor rechtsbijstand zelf, maar de kosten voor griffierechten die moeten ouders gewoon zelf betalen. En dan zegt het kabinet in de brief dat ouders met een laag inkomen bij een gemeente bijzondere bijstand kunnen aanvragen voor griffiekosten. En voorzitter, dit is echt een perfect voorbeeld van hoe er ambtelijk wordt gedacht in plaats van vanuit ouders zelf. En dit is echt een totaal gebrek aan inlevingsvermogen. Dat je deze ouders, die al zoveel hebben meegemaakt, die moe gestreden zijn, dat je hen nog eens die gang laat maken naar de gemeente. En ik wil dan ook de minister van Rechtsbescherming vragen om dit op te lossen, want ik vind dit gewoon gênant. En voorzitter, dit gebeurt telkens. In juli 2020 diende ik een motie met oud-collega Wurstdorfer. En daarin vroeg om een heel concreet plan om het aantal uithuisplaatsingen terug te gaan. Die vroegen om streefcijfers, we vroegen om concrete doelen en de hele Kamer die steunde die motie omdat iedereen hier dat belang ervan inzag. En vervolgens is daar helemaal niets mee gebeurd. In november 2021, dat is 1,5 jaar nadat deze motie unaniem werd aangenomen, is er 1 expertmeeting geweest. En wat kwam er uit die meeting? Dat er in de hele keten stappen moesten worden gezet. En voorzitter, ik zou willen zeggen, daar is toch geen expertmeeting voor nodig. Dat weten we toch al jaren. En waarom is er zo lang gedaan over het uitvoeren, of eigenlijk helemaal niet het uitvoeren van zo'n belangrijke motie. En ik wil de minister vragen van Rechtsbescherming of hij dit wel een uitvoering vindt van deze motie. En of hij het met me eens is dat dit precies het totale gebrek aan urgentie voor dit probleem laat zien. En voorzitter, dat geldt ook voor de antwoorden deze week over het rapport naar geweld in de jeugdzorg. En daarin lees ik dat het kabinet zegt, ja, we hebben de aanbevelingen van de commissie te harte genomen. En ik vind dit spelen met de waarheid. Want ik heb dat debat gedaan over geweld in de jeugdzorg. Waar een onwillige VVD-minister geen enkel besef toonde voor de problemen. Waar coalitiepartijen vervolgens onze voorstellen om slachtoffers wel te beschermen blokkeerden. En voorzitter, daarom staken die antwoorden die we afgelopen week kregen me zo. En iedere keer worden we afgeschreven met actieprogramma's, met toekomstvisies, met lange termijn plannen. Maar dat is helemaal niet nodig. Ik wil ook geen lange termijn plannen, want we weten precies wat er nodig is en wat er zou moeten gebeuren. En ik doe een paar suggesties en ik hoop op concrete reactie. Ik wil versnelling rondom het ondersteuningsteam, zodat toeslagenouders snelle hulp krijgen. Maar ik wil ook dat deze hulp breder wordt, zodat ook andere ouders die kinderen hebben die uit huis geplaatst worden, gewoon hulp krijgen en rechtsbescherming krijgen. En waarom wordt er niet direct geregeld dat elke ouder en kind die in de rechtszaal staat voor een uithuisplaatsing een advocaat krijgt? Dat hoeven we niet eerst een jaar te evalueren. En waarom wordt de drankkader niet verboden als iedereen constateert dat dit de rechtspositie van ouders ernstig aantast? En ik wil dat er geluisterd wordt naar de ouders, dat er eerlijk wordt gedaan. Laat hen weten waar ze staan, of ze kans hebben op een hereniging met hun kind. Maar doe geen valse beloftes die niet waargemaakt kunnen worden. En ik wil aan minister Weerwind en staatssecretaris Van Ooyen vragen of ze beide in dit debat eens 3 concrete punten kunnen noemen. Op menselijk niveau. En dan bedoel ik geen onderzoeken, lange termijn plannen, evaluaties, toekomstvisies. Maar ik zou eens 3 hele concrete punten willen horen. Wat zij in het komende jaar concreet gaan regelen.
om deze situatie rondom het huisplaatsingen te verbeteren. En voorzitter, mijn slotwoord richt ik tot de premier. Want zowel de uiterst zorgwekkende staat van de jeugdzorg als jeugdbescherming als de toeslagenaffaire die zijn wel onder zijn bewind ontstaan. En ik wil hem vragen of hij zich hiervoor verantwoordelijk voelt. Dat gezinnen uiteen zijn gerukt, dat kinderen onvoldoende beschermd werden en dat we dit ook al jarenlang weten. Dat zijn kabinet hier niets aan hebben gedaan. En wat vindt hij ervan dat rechters in de democratische rechtsstaat die Nederland zou moeten zijn waarschuwen? Dat zij zeggen dat ouders en kinderen te weinig beschermd worden tegen de machtige overheid. Schaamt hij zich niet daarvoor? En schaamt hij zich ook niet dat terwijl van alles misgaat, het kabinet ook nog in het regeerakkoord een extra bezuiniging van 500 miljoen op de jeugdzorg heeft aangekondigd? Voorzitter, gebrek aan rechtsbescherming, dat tast de fundamenten aan van onze rechtsstaat. En ik wil van de premier weten of hij het met me eens is dat we juist in een democratie de rechten van de meest kwetsbare mensen moeten beschermen. En wat gaat hij als eindverantwoordelijk doen om dit concreet te verbeteren? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Westerveld. En dan geef ik het woord aan mevrouw Ariep, PvdA.